allemaal kijken naar deze nieuwe video. De video vandaag heeft een paar andere dingetjes. Ten eerste zit ik in plaats van dat ik sta. Vroeger filmde ik eigenlijk altijd mijn video's zittend. Maar daar ben ik van afgestapt omdat, ja, ik weet niet. Staan vind ik gewoon wat vrijer en zo. Maar voor nu heb ik ervoor gekozen om weer eventjes lekker relaxed te zitten. Dus dat is anders. Het tweede wat anders is, is dat we 200 abonnees hebben. Oh mijn god, jongens. Echt niet te geloven. Volgens mij zelfs 201 op dit moment. Dan moet ik er wel bij zeggen, ik ga heel vaak van, tenminste de afgelopen tijd, heel vaak van 190 ging ik naar 195, ging ik weer terug naar 190. Dus het verschilt heel erg. En misschien is het niet meer zo dat ik 200 abonnees heb. Maar ik heb het in ieder geval gehaald. Ik heb er bewijs van en heel erg bedankt daarvoor. Het betekent heel veel voor me. En 200 mensen, jongens, dat is echt... Dat zijn heel veel mensen. Dat is echt bizar. Het klinkt soms echt, als je het vergelijkt met alle andere YouTubers, als heel weinig. Maar als je er gewoon even over nagaat, dat 200 mensen voor je staan, hoeveel mensen dat dan wel niet zijn, dan is het gewoon echt bizar. Dus heel erg bedankt. Zoals je ziet, ik vind het heel erg leuk. En ja, heel erg blij dat andere mensen ook kunnen genieten van mijn passie. En ja, heel erg leuk in ieder geval. Verder, ik kan even niet bedenken wat... Volgens mij wilde ik een derde ding zeggen, maar ik kan het even niet bedenken. Nee, ik weet het even niet. Maar in de video van vandaag ga ik eindelijk mijn Q&A doen. Ik heb op Instagram een aantal keer ondertussen al gevraagd of jullie vragen voor mij hadden die ik kon beantwoorden in een video. Nou, eindelijk ben ik de video ook aan het filmen. Ik heb de screenshots eventjes ervan gemaakt van de vragen, want anders kan ik dat echt niet onthouden. Jongens, zo goed is mijn geheugen ook weer niet. En die heb ik opgeschreven. Of die heb ik opgeschreven, die heb ik in mijn mobiel staan. Dus die heb ik ook bij me deze video. Omdat ik dat gewoon nodig heb. Mijn geheugen werkt soms echt niet goed. Ik heb vandaag ook 2 toetsen gehad. Dus mijn hersenen zijn zeker dood nu. Dus vandaar dat we het eventjes relaxed nemen. En ik heb de video, of ik heb de vragen niet opgedeeld in speciale categorieën. Ik heb ook aan iedereen gevraagd of ze gewoon random vragen die ze willen weten aan me konden stellen. Zodat ik gewoon eerlijk antwoord kon geven. En het maakte me niet uit of het over boeken ging of over andere dingen. Dus dat zou je ook wel voorbij zien komen. Natuurlijk zijn er ook vragen over mijn boeken. Maar niet alles. Sommige ook gewoon over mijn andere leven die ik buiten het BookTube, Bookstagram, boekenwereldje heb. Dus ja, laten we maar beginnen met de vragen. Oké, ik begin gewoon met de eerste screenshot die ik heb. Zoals ik al zei, de vragen zullen door elkaar gaan. Dus het ene vraag zal over boeken gaan, de andere vraag zal misschien gaan over mijn leven erbuiten. Dus ja, sorry als je hier bent voor een video die gestructureerd is. Dat is deze sowieso niet. De eerste vraag is, welk boek staat het langst ongelezen in je klas, in je kast? Jongens, ik ga even omdraaien. Oké, ik denk dat ik het boek heb gevonden. Maar als ik heel eerlijk ben, ik weet het niet zeker. En de meeste boeken die ik nog niet heb gelezen en die al een tijdje op mijn boekenplank staan, die doe ik ook gewoon weg. Omdat ik er wel vanuit kan gaan dat ik die ook gewoon niet ga lezen. Dus ja, ik denk dat het Papa is van Jesper Stijn. En de reden waarom ik deze nog niet heb gelezen is omdat het een thriller is. En ik weet niet, ik heb nog niet echt heel veel thrillers gelezen en ik ben bang dat het me niet zal bevallen. Het is gewoon een stap die ik een keertje moet nemen. En ik moet me er een keer overheen zetten. Maar ja, ik heb die stap dus nog niet genomen. Ik heb ook eigenlijk geen idee waar deze precies over gaat. Volgens mij over een politieagent die allemaal dingen oplost. Maar ik zou het echt niet weten. Ik moet hem wel echt een keertje lezen. Want ja, dan kan ik zien of zulke soort boeken ook iets voor mij zijn. Dus ik denk Papa. Maar het zou net zo goed een heel ander boek kunnen zijn. Die ik gewoon op dit moment eventjes niet kan bedenken. Dus we gaan voor deze. Oké, volgende vraag is, wat zijn je plannen voor deze zomer? Oh jongens, dit is een topvraag voor nu.
aangezien ik vakantieplannen ook echt daadwerkelijk heb gemaakt. In eerste instantie zou ik met mijn vriend in Italië een roadtrip gaan doen. En daarbij kamperen en gewoon lekker je gang gaan en dat soort dingetjes. En toen gebeurde alles in de wereld. Dus toen ging dat plan niet meer door. En ik heb 2 weken vakantie van mijn werk. En nu na zo lang niet heel veel vrijheid te hebben gehad, heb ik toch besloten om wel iets te gaan doen. En dat is toch nog Italië geworden. Maar iets anders dan wat we gepland hadden. We gaan nu rond het Gardameer wel een beetje rondtrekken. Maar we zitten in Airbnbs in plaats van op de camping. En verder moeten we een beetje kijken wat wel en wat niet kan. Er zijn natuurlijk verschillende regels waar je aan moet houden. En we staan er helemaal voor open. We hebben in ieder geval zoiets van, oké, we kunnen eventjes Nederland ontglippen. En ergens anders naartoe waar het toch heel erg anders ook aanvoelt, neem ik aan. Ik hou echt van Italië, dus ik was zo teleurgesteld dat we niet naar Italië konden. Dus ik voel me nu helemaal fijn bij het idee dat we toch nog wel naar Italië kunnen. En we gaan gewoon aankijken hoe de situatie daar zo is. We hebben in ieder geval onze eigen plekjes iedere keer waar we naartoe gaan. Dus dat scheelt al heel erg. En ja, ik ben heel erg benieuwd. We gaan ook 1/2 dagen naar Venetië. Daar ben ik zelf al 2 keer geweest, maar mijn vriend nog niet. Dus ik vind het heel erg leuk om hem daar een beetje rond te leiden. En we gaan naar Verona. Daar ben ik alleen een avondje geweest. Dus super leuk dat ik daar ook iets langer ben. En rond het Gardameer ben ik al wel een paar keer geweest. Maar ik vind het gewoon een heerlijke plek. Dus ja, heel erg veel zin in ieder geval. En ik denk dat het ook heerlijk zal zijn, want het is echt... Ik ben net klaar met school / stage. En 2 dagen daarna gaan we vakantie. Dus het is ook echt een inleiding voor de rest van de vakantie. Zo zou je het kunnen noemen, denk ik. De volgende vraag is, kun je nog afscheid nemen van stage, van je stageleerlingen? En ik zal hierbij ook eventjes doorgaan op een andere vraag die was gesteld, of ik nog naar stage kan. En ja, ik kan eindelijk weer naar stage. Ik loop stage op een basisschool. Ik doe namelijk de PABO. En ik loop stage in groep 1-2. En toen de basisscholen weer open gingen, was het voor mij nog niet mogelijk om stage te lopen. Omdat ze alleen het vast personeel in de school lieten. Dus ik heb denk ik nog een maand geen stage kunnen hebben nadat de basisscholen weer open gingen. 4 weken of zo in ieder geval. En daarna kon ik eindelijk weer naar stage en het was echt heerlijk. Ze hebben de hele maand juni voor mij opengehouden voor tentamens en voor stage. Dus ik kon mijn stage zelf inplannen. Ik ga morgen toevallig ook weer naar stage. Het wordt 28 graden en dan naar stage. Jongens, ik weet niet hoe ik dat ga overleven. Maar dat zien we morgen wel weer. Ik vind het heerlijk om weer terug te komen. En ik heb het echt wel zeker gemist. Dus heel fijn dat het eindelijk weer mogelijk was. En natuurlijk wel met verschillende regels. Maar goed, dat nemen we maar in acht. En ik kan ook afscheid van ze nemen. Ik ben er zelfs op de laatste schooldag voor hun. Dus superleuk. Ik heb sinds mijn eigen basisschooltijd niet de laatste schooldag meegemaakt. Dus dat vind ik ook wel weer leuk om een keertje mee te maken. Dus ja, heel fijn dat dat weer mogelijk is. En ook voor de kindjes en voor mezelf dat school weer doorgaat. Oké, de volgende vraag is, wat is het mooiste boek in je bezit? Ik ga er even omdraaien naar. Ja. Oké, ik heb op zich best wel snel een boek kunnen vinden en... Ik vind het een lastige vraag, want ik heb best wel wat mooie boeken in mijn boekenkast staan, als ik heel eerlijk ben. Maar ik ben gegaan voor De Vrede Prins van Holly Black, aangezien deze al een prachtige dust jacket heeft. Hij heeft ook nog eens gouden kanten, wat echt prachtig is. Vervolgens is hij groen, heeft hij zo'n drukking hierin met goud. Dit is ook goud. En dat is nog niet alles aan dit boek. Hij heeft namelijk ook hele mooie, hoe heet dat? Endpages is het in het Engels, maar van die pagina's hier tussen in ieder geval. Aan de voorkant en
Ook aan de achterkant. Als je los wilt. Dus ja, ik denk toch wel in het algemeen dat dit het mooiste boek is wat ik heb. Maar ik heb ook heel veel andere boeken die een hele mooie cover hebben. Dus ja, dit is gewoon een heel mooi boek in zijn geheel. En sommige zijn gewoon mooi aan de cover. Dus deze. Dan een vraag. Wat zijn je drie leukste eigenschappen? Nou moet ik heel eerlijk zeggen, dat vind ik over mezelf een beetje raar om te zeggen. Denk ik. Maar wat ik leuk vind aan mezelf is dat als je me eenmaal kent. Of als ik me gewoon comfortabel bij je voel. Dat ik opeens heel gek kan zijn. Als je mij voor het eerst kent of leert kennen. Ben ik het stille meisje, het rustige meisje. Maar zo ben ik niet als je me beter kent. Ik ben heel gek als het kan. Dus dat vind ik wel heerlijk aan mezelf. Dat ik die twee kanten heb. Dus het rustige meisje, maar ook het gekke meisje die toch ook zichzelf kan zijn. Verder vind ik toch wel belangrijk dat ik om mensen geef. En dat ik hun zo goed mogelijk wil helpen en blij wil laten zijn. En ja, dat is toch wel iets wat ik belangrijk vind in het leven. En ik heb geen idee wat de derde moet zijn. Misschien hebben jullie een idee. Laat hieronder in de reacties eventjes weten wat jullie zo leuk aan mij vinden. Misschien een eigenschap of iets wat ik doe. Of laat me vooral weten, want ik ben best wel benieuwd wat jullie van mij vinden. Oké, volgende vraag is. Wat is het eerste boek waarvan je nog weet dat je het las? Dit is best wel een lastige vraag. Want ik weet natuurlijk dat ik op de basisschool best wel wat boeken heb gelezen. Gewoon omdat je daar zo boeken moet lezen. Maar toen vond ik lezen nog niet per se leuk. Ik kan nog herinneren dat ik voor een boekbespreking het in Booktoe heb gebruikt. Maar ik kan niet bedenken of ik die zelf heb gelezen of dat mijn moeder die aan mij voor heeft gelezen. Want zo deden wij het meestal. Mijn moeder las het boek voor en ik maakte er vervolgens een boekbespreking van. Ik kan nog wel heel goed herinneren wat ook wel mijn liefde voor lezen een beetje heeft aangewakkerd. Dat zijn de boeken van Maris Stoffels. Die vond ik heerlijk om te lezen. Ik heb ze ook hier zo staan. Ik denk niet dat je ze kan zien, maar ik heb ze op een rijtje staan bij elkaar. En het leukste boek daarvan vind ik Verboden voor ons. Dus ik kan heel goed herinneren dat ik dat boek las. Dat was toch wel richting groep 7, 8. Zoiets. Dus ik denk dat ik het daar maar even bij hou. Ik zou niet zo heel goed weten welke boek ik anders heb gelezen. In ieder geval geen boeken die me heel goed zijn bijgebleven. Wat wel overduidelijk is. Waar mogen we je altijd voor wakker maken? Nou, ben ik heel specifiek over slaap. Ik heb mijn slaap nodig. Dus je mag me pas wakker maken als ik minstens 7 uur heb geslapen. Anders dan kan ik de dag gewoon niet normaal doorkomen. Dus dat is sowieso een must. Mag pas na 7 uur slaap. Weet je, ik ga dan altijd denken aan eten, maar ik hoef niet per se eten als ik net wakker ben. Dat vind ik anders leuk. Ik denk dat je me zeker wel wakker mag maken met een tripje naar, weet ik veel, een lekker warm land of een stedentrip of zoiets. Maar dat is gelijk weer zo duur. Je mag me ook altijd wakker maken voor een concert van The Script. Die ik nog steeds niet bij heb gewoond, omdat die net niet door kon gaan. Helaas. Ik kan je wel vertellen. Als je me gewoon gezellig wilt hebben in de rest van de dag. Laat me maar gewoon slapen. En laat me wakker worden wanneer ik wakker wil worden. En welke trilogie zou jij als een tv-serie willen zien? Oké, moet ik weer even draaien. Oké, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik vind het geen eerlijke vraag. Want een trilogie, ik heb helemaal niet meer zo heel veel trilogieën die ik heb gelezen. Vaak zijn het er meer boeken in de serie geworden in plaats van 3. Ik denk gewoon meer, niet per se omdat ik er heel veel van verwacht, maar omdat het me gewoon leuk lijkt om een keertje naar te kunnen kijken, is de selectie.
En nou weet ik, ja, ik weet het. Het is niet per se meer een trilogie, want er komen nog twee boeken na. Maar als we die eventjes wegdoen, dus gewoon de trilogie, dan zou ik daar wel heel graag een tv-serie van willen zien. En als we het zo nemen, dus dat we boeken wegdoen die officieel niet per se bij de trilogie horen, dan zou ik van A Court of Thorns and Roses, de trilogie, ook graag wel een serie willen zien. En ik weet dat er, als het goed is, nog boeken van uitkomen. En het vierde deel, of 3.5, weet ik veel welk deel dat precies was. Die is ook wel uitgekomen. A Court of Mist and Fury? Nee. A Court of Frost and Starlight. Dat is hem. Die heb ik ook gelezen hoor. En vond ik ook heel erg leuk. Maar ik zou dat wel in. Ik denk dat dat ook wel iets is waar je een tv-serie van zou kunnen maken. Omdat daar gewoon best wel wat in gebeurt. Dus ik denk dat dat wel interessant is. Ook omdat het fantasy is. Lijkt me heel erg leuk. En ik. Ja, ik weet het niet. Laat ik het op die twee houden. Dus eentje die gaat over royals. En eentje die gaat over fame. En magie. En dat soort dingetjes. Dat vind ik ook heel erg leuk. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb geen idee hoe lang ik al aan het praten ben. Ik kan soms heel erg uitlopen met praten. Dus ja. ik heb nog best wel wat vragen. Oké, sommige kan ik denk ik best wel snel beantwoorden. Dus we gaan eventjes super snel een aantal vragen beantwoorden. Vraag 1. Wat is je favoriete fandom? Oh, daar begint het al. Ik ben niet zo van de fandoms als ik heel eerlijk ben. Ik hoor niet echt per se ergens bij. Echt oprecht geen idee. Laat vooral weten wat jouw favoriete fandom is. Want ik ben toch wel benieuwd welke fandoms er eigenlijk allemaal zijn. Ik bedoel, zelfs dat weet ik niet. Dus let me know. Van welke auteur koop je automatisch alle boeken? Nou, alle boeken vind ik een groot woord. Maar Lisette Jongman vind ik heerlijk om te lezen. Ik heb haar Verkikkerd serie. Haar Onbreekbaar serie die komt eraan. Ik heb nu deel 1, deel 2 en deel 3 zijn nog niet uit. Ik heb Glazuur van haar. En daar houdt het op zich al wel op. Maar ja, zeker boeken die ik heerlijk vind om te lezen. Dus ook geen probleem mee heb om te kopen. Top 3 underrated boeken. Oké, ik denk, maar dat is meer een serie. Mike en Domenico. Daar heb ik best wel vaak over gepraat. Maar ja, ga ik niet over beginnen. Mike en Domenico, dat is een 9-delige serie. Dus mocht je graag ergens aan willen beginnen, begin daaraan. Ik denk echt dat ik te veel boeken lees die populair zijn. Want ik kan het echt even niet bedenken, jongens. Oké, nog eentje waar ik heel erg van heb genoten, waar ik niet echt heel veel over hoor, is Wait For You. Die is ook in het Nederlands uitgegeven. Ik weet eventjes niet hoe die heet. Wacht op jou, wacht op mij. Zoiets. Oké, en de derde is denk ik, maar dat is meer een kinderboek, dus daarom heb ik er denk ik ook niet zoveel over gehoord. De Zee kwam door de brievenbus. Die gaat over de watersnoodramp van, ik ga er niet over beginnen, 1963? Oh, ik weet niet of dat 1963? Ik ga voor 1963. Volgens mij van 1963. Is het 53? En dan woon je in Zeeland, jongens. Dat moet je toch weten dan? Oké. Maar die drie in ieder geval. Top 3 favoriete boeken tot nu toe van 2020. Oh, oei, oei, oei. Dat is me toch eens een vraag. Ik weet niet eens meer welke boeken ik allemaal heb gelezen in 2020. No. Oké, ik denk Harry Potter en de Vuurbeker, dat is het laatste boek tot nu toe wat ik van Harry Potter heb gelezen. Die vond ik echt heerlijk. Oké, ik moet even mijn Goodreads erbij pakken, want anders weet ik echt niet welke boek ik allemaal heb gelezen, jongens. Oké, ik denk Heartstopper Volume 3. En wat vind ik nog meer een goed boek? Oh, Verknocht natuurlijk, jongens. En Verknocht. Dus Verknocht, Harry Potter en de Vuurbeker en Heartstopper Volume 3. Oké, door naar de volgende vraag. Stop je altijd bij een hoofdstuk met lezen of ook wel eens midden in een hoofdstuk?
Ik probeer midden in een hoofdstuk te vermijden. Ik vind het het fijnste om gewoon bij een hoofdstuk te stoppen. En het liefste lees ik de eerste keer tot over de 100 pagina's. Dus als mijn hoofdstuk eindigt bij pagina 98 en het hoofdstuk, volgende hoofdstuk begint dus bij pagina 99... dan lees ik een heel hoofdstuk door. Want ik wil over die 100 zijn. Slaap je in je tweepersoonsbed aan één kant of in het midden? Als ik alleen slaap. Nee, ik slaap aan één kant. En ik ben heel raar, want hier zo. Oké, als ik samen met mijn vriend slaap, dan slaap ik zelf, als je voor het bed staat, aan de linkerkant. Maar slaap ik thuis in mijn eentje, dan slaap ik aan de rechterkant. En de reden daarvoor is omdat dat niet aan de kant van mijn muur is. Dus als ik naar de wc moet, dan moet ik niet een half bed nog over om naar de wc te gaan. Zo simpel kan het soms zijn in het leven, jongens. Oké, we hebben nog maar één vraag. En dat is, hoe ben je in de Bookstagram-wereld terechtgekomen? Hele goede vraag. Als ik zelf ook het antwoord weet, is ook fijn. Ik heb lezen al een hele tijd leuk gevonden. Vanaf groep 8 vond ik dat echt wel leuker worden. En ik ben op een gegeven moment op Instagram, denk ik, opeens in mijn Finder boeken tegengekomen. En daar ben ik op gaan klikken. En toen kwam ik op een pagina met allemaal boeken en toen kwam ik erachter dat dat best wel een dingetje was. Dus dat mensen foto's plaatsten van boeken. En verder niet per se iets. Dus dat trok wel mijn aandacht. En ik heb hiervoor altijd al een blog gehad over, weet ik veel, random dingen. Niet heel interessant of zo. Maar dat vond ik heel leuk om te doen. En samen met die boeken kon ik dat ook combineren in een boekenblog. Dus ik ben op een gegeven moment dat samen gaan doen. Dus toen ik mijn blog had gemaakt, ben ik ook gelijk Bookstagram begonnen. Dus dat ben ik echt op dezelfde dag begonnen. 18 november, als ik het goed herinner. 2017, denk ik. En zo ben ik daar zo dus gekomen. En vervolgens op BookTube ben ik gekomen omdat ik toevallig een keertje een video tegenkwam waarin iemand praatte over boeken. Die ben ik toen gaan volgen. En op een gegeven moment kwamen er steeds meer aanraders voor zulke soort video's. Dus toen kwam ik erachter, wow, dit is ook een ding. En toen ben ik er ook maar aan begonnen. Dus ja, zo is het eigenlijk allemaal gekomen. Niet heel moeilijk of zo. En ik heb er ook niet heel moeilijk over gedaan. Ik ben het gewoon gaan doen. Oh ja, dat was dus de laatste vraag. Nou, heel erg bedankt voor al jullie vragen. Mocht je nou nog een brandende vraag voor me hebben, laat die vooral eventjes in de reacties hieronder achter, zodat ik die nog kan beantwoorden. En mocht dat niet mocht dat niet in de reacties zijn, dan in een komende video. Dus het ligt er een beetje aan of het een vraag is die ik makkelijk kan beantwoorden in de reacties, of een moeilijke vraag is die ik kan beantwoorden. Anders dan moet ik daar even naar kijken. Mocht je nou ook graag zulke vragen stellen, dan kan je me op Instagram volgen. Mijn linkje staat hier altijd van onder. En af en toe plaats ik wel eens in mijn stories of jullie vragen willen achterlaten. Dus op zo'n manier kan het. En je kan nogmaals altijd in de reactie even een vraag stellen. Die kan ik dan of gelijk beantwoorden of in een video. Goed, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Mocht je hem leuk vinden, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei!